In dit filmpje kijken we naar de verschillende soorten daken die je tegenkomt bij het onderzoek naar de constructie van je eigen woning. We gaan kijken naar een gordingenkap, een sporenkap en een scharnierkap. De eigenschap van een gording is dat hij horizontaal loopt en dus de belastingen afdraagt naar de muren of de spanten waar hij op ligt. Nou, in de afbeelding hier zien we horizontaal de gordingen lopen en die rusten op de spanten. In dit geval zijn het houten spanten. Nou, de afstand tussen de gordingen die is afhankelijk van het dakplaat of het dakbeschot wat er overheen gemaakt wordt. Hoe stijver het dakbeschot, hoe groter de afstand tussen de gordingen kan zijn. Hoe groter de afstand tussen de gordingen, hoe zwaarder de gordingen uitgevoerd moeten worden, omdat ze een groter deel van het dak moeten dragen. Hier zie je dat de gording aan de ene kant op het span ligt en aan de andere kant op de bouwmuur. Dus de belasting wordt aan de zijkant van de gording afgedragen. Aan de ene kant wordt de belasting afgedragen via de bouwmuur en aan de andere kant via het span richting de muurplaat. Nou, hier zie je dat de gording aan twee zijden op een muur ligt. De afstand tussen de gordingen is hier wat groter omdat de dakplaat stijver is. En tegenwoordig met die dikke geïsoleerde dakplaten heb je soms helemaal geen gordingen nodig omdat die dat een afstand van 6 meter kunnen overspannen. Nou, hier zie je een spand in de hoek. Dat noemen we een hoekkeper. En een inwendige hoek noemen we een keelkeper. En de onderste balk, die op de muur ligt, dat noemen we de muurplaat. Of hij ligt in dit geval op de vloer, maar de onderste balk, dat noemen we de muurplaat. Stel nu dat ik in een gordingenkap een dakpel wil maken, dan moet ik een aantal gordingen door gaan zagen. Nou, om ervoor te zorgen dat die gordingen niet naar beneden vallen, maak ik gebruik van een slaper. Deze schuine balk noemen we de slaper en daarmee vangen we de doorgezaagde gordingen op. En op de slaper maken we dan de zijwangen van het dakkapel. Hier zie je een oude sporenkap die nog met riet bedekt is. Een spoor loopt van boven naar beneden. Die loopt verticaal. Nou, sporen kunnen ook op gordingen liggen. Als het een heel lang dakvlak is, dan heb je dus door gordingen nodig om de sporen weer te kunnen dragen. En de sporen die rusten even op de gordingen, die dan weer naar de spanten afdragen. Maar ze rusten sowieso altijd op de nokgording en op de muurplaat, helemaal onderin. Nou, bij een sporenkap heb je altijd te maken met grote spatkrachten. Dat betekent dat de onderzijde van het dak eigenlijk naar buiten wil schuiven. En dat moet je zien te voorkomen. In dit geval wordt dat gedaan door de houten horizontale balken, trekbalken, verschillende hoogtes die ervoor zorgen dat de kap niet naar beneden gaat uitzakken. Hier zien we nog een voorbeeld van een sporenkap waarbij de sporen vrij hoog zijn. Dus een grote stijfheid hebben en dus niet tussentijds ondersteund worden door een gording. Die liggen hier op de nokgording en aan de onderzijde liggen ze op de muurplaat. Vanwege die grote spatkrachten is het dus heel belangrijk dat je de onderzijde goed verankert. Bij nieuwere huizen kom je vaak een scharnierkap tegen. Dat is eigenlijk een prefab dak die helemaal kant-en-klaar aangeleverd wordt, die op de bouw middels het scharnier aan de bovenzijde uitgeklapt wordt en op de woning geplaatst wordt. Dus met één kap, of hij is in twee delen gemaakt, is de hele woning voorzien van een kap. Nou, hier zie je dus de aansluiting tussen de ene scharnierkap en de andere. Ook hier geldt weer dat er hele grote spatkrachten aanwezig zijn die opgevangen moeten worden door middel van beugels op de vloer. Nou, dat zijn vaak F-beugels die verankerd is in de betonvloer
en in die F-beugel wordt dan de muurplaat bevestigd waar de scharnierkap aan vastgemaakt wordt. Omdat de overspanning soms vrij groot is, wordt er gebruik gemaakt van dragende knieschotten en die zorgen ervoor dat het dakvlak niet te veel gaat doorbuigen. Dus eigenlijk om de overspanning van de sporen in de scharnierkap te verkleinen. Nou, er is vaak wel een luik aanwezig, maar zo'n dragend knieschot mag niet in zich heel verwijderd worden, anders gaat de kap te veel doorbuigen.